Bosveld, goedemorgen. Eerste training is begonnen. Mooi hè, die start met rood-geel. Ja, het is altijd wel leuk om zeg maar, hier weer af te trappen. Dus dat is dit jaar niet anders. En zeker met de Eredivisie in vooruitzicht is het altijd mooi om in ieder geval te beginnen. Paul, even terug naar het vorige seizoen. Aan het begin van het vorige seizoen was er nogal discussie over aankopen, et cetera. Aan het eind van het seizoen hoor je niemand er meer over, want het eindresultaat was uiteindelijk promotie. Hoe kijk je daar nou op terug? Ja, eigenlijk gewoon heel realistisch denk ik. Ik denk dat er altijd discussie is en blijft. Dat is ook een beetje van deze tijd. Iedereen is natuurlijk, heeft een mening en kan die ventileren. En dat is aan de ene kant ook wel eens de charme, aan de andere kant moet je daar ook een beetje van afsluiten. Het is alleen maar mooi dat aan het eind van de rit je aan de goede kant van de score zit en je uiteindelijk promoveert. Ja. Maar er blijven altijd ruimte voor discussie natuurlijk. Ja. Hoe groot was die verrassing nou voor jou? Dit is natuurlijk een open deurtje. Nou, enorm groot, want je had misschien 0,01% kans. Enorm afhankelijk van anderen. Maar uiteindelijk moest je het zelf doen en daar zat hem denk ik de kracht met name. Dat we zeker in de eindfase ook tegen de grote teams uit NAC, thuis Almere, uit de Graafschap ook, gewoon een hele goede wedstrijd hebben laten zien. En dat we voor de toppers, zeg maar, zoals die werden gezien, zeker niet onderdeden. Nee, precies. Als je nou keukenkampioen divisie vergelijkt met eredivisie. Doelstelling vorig jaar was, linker rijtje bij de eerste vijf. Misschien wel tussen de 5 en 10. Maar in ieder geval na competitie. Ja. Wat is de doelstelling voor dit jaar? Heb je daar al over nagedacht? Ja, daar hebben we zelfs al over nagedacht. Maar dat is ook wel een inkoppertje, denk ik. In eerste instantie handhaving het belangrijkste is. Dus eigenlijk plaats 15. Alles wat hoger is, is meegenomen. Dus daar zit iedereen hetzelfde in. Kijk, met de mogelijkheden die we hebben, is dat een realistische doelstelling. Als je dat nu vergelijkt, keukenkampioendivisie of eredivisie, wat is nou makkelijker? Het linker rijtje keukenkampioendivisie of handhaven eredivisie? Nou, ik denk in principe het eerste, omdat je dan qua budget dat ook reëel is. En nu ben je gewoon een van de mindere qua budget. En natuurlijk moet je daar niet altijd achter verschuilen, maar het is wel de realiteit. Dus dit is een pittige doelstelling, alleen wel een hele mooie. En ik denk dat het voor iedereen super mooi is om dit mee te maken, ook voor de spelers met name. Het is gewoon iets om naar uit te kijken, om je te kunnen meten met toch weer een niveau hoger. Ja. Als je nu naar het trainingsveld kijkt, is veel jeugd. Je bent nog niet klaar, neem ik aan. Er is wel ervaring straks in de spits, als dat allemaal doorgaat met Moulenga. Als Piet Veldhuizen de eerste keeper wordt, overigens daar is ook heel veel commentaar op geweest. Maar als hij de eerste keeper wordt, heb je ervaring achterin. En daartussenin is de oudste, geloof ik, 26. Ja, nou, we kijken in eerste instantie natuurlijk, wil je altijd een balans in leeftijd, ervaring. Aan de andere kant wil je in ieder geval fysiek frisse, fitte jongens, mentaal fitte jongens, die in ieder geval de strijd aan kunnen gaan. Ik denk dat is wat we moeten doen met z'n allen. Je moet een bepaalde lef hebben, flair, maar met name ook fysiek kunnen brengen. Om toch vanuit die underdog-positie jezelf te manifesteren. Dus we kijken met name uiteindelijk naar wat iemand kan brengen. En natuurlijk, als je daarnaast ook nog kan kijken naar een gezonde mix van ervaring en leeftijd, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Ja, maar als we die flair kunnen brengen en vechtlust kunnen brengen, dan maakt leeftijd niet zoveel uit, zeg je? Nou, ik denk, we kijken met z'n allen vooral naar kwaliteit. Hè? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Je hebt spelers die hebben misschien best veel ervaring Eredivisie. Maar je moet je ook afvragen of daar dan nog wel, of die kunnen brengen wat misschien gevraagd wordt, met name van onze staf. Een schitterende uitdaging, Paul. Staat je te wachten? Ja, zeker. Zeker. En we zijn ook wel bewust dat we nog lang niet klaar zijn. Hoor. Dat hebben we ook aangegeven. We zitten daarin ook wel soms in een lastige situatie dat we in de afwachtende stand zitten. Dat we afhankelijk zijn van keuzes van anderen. Maar we moeten ook de rust bewaren en we hebben veel overleg met Alex en met Kees en de staf. Dus daarin moeten we gewoon goede keuzes maken. Gaat goed komen. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel.